We horen dat ze nu stroom gaan leveren en dat ze nog niet bedacht hadden dat we ook in de tent stroom nodig hadden. Zo neer dat iedereen kennis kan nemen van wat de VR er allemaal in zich heeft. Het is een enorme klus. Ja. Dat kunnen we denk ik wel toch wel stellen. Nou, nog meer bewondering voor de brandweercollega's dan ik al had. Weer een demo, hoe wij als SEMA team, dus als snelle Zebba team, naar de medische assistentie, hoe wij werken. Namens de veiligheidsregio afdeling PNO en ik geef eigenlijk inlichting over de veiligheidsregio. De doelstelling de komende dagen zal met nadruk liggen op brandveiligheid in en op het huis. De gemiddelde burger zal misschien iets extra vaardigheden of extra trainingen nodig hebben om aan het niveau van de brandweerpersoon te kunnen voldoen. We hebben 4 filmpjes en dan kunnen de mensen 112 bellen en dan krijgen ze een echte centralist aan de telefoon, die zit achter de schermen en dan kunnen ze een melding doen. Alle hulpverleningsdemo's samen, dat is dan voor mij even het hoogtepunt van de dag geweest. Volgend jaar tenminste dit, zo mogelijk nog iets groter.